Dit komen echt producten voorbij waarvan ik denk, hè, ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Hallootjes, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action Unboxing. Ik ben er weer. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog budgetproof.nl. Maar vandaag gaat het daar helemaal niet over. Het gaat vandaag over allerlei lekkers wat je bij Action kan vinden. En ik ga het unboxen en proeven en ik laat je vooral weten wat ik ervan vind. Hap, hap, hap. Laten we gaan proberen. Oh, brownies met decoratie. Ze zien er heel mooi uit. Versierd met witte chocola. Wat is dit? De Happy Donut biscuits met Belgische chocolade. En deze dan? Oh, ik ben heel benieuwd of dit niet echt gortdroog is. Echt perfect maatje wel dit. Echt zo'n vierkant blokje. Het is een mix tussen een brownie en een cakeje eerder, heb ik het idee. Maar hij is echt alles behalve droog. Hij is echt vet smeuig en heel lekker. Wat kost hij? €1,09 ga ik voor. €1,25. Oké, ik vind dit wel een goede prijs voor 6 brownies. Happy Donut met chocolade. Heel leuk als je dit bijvoorbeeld ook op zo'n etagère legt. Of gewoon op de koffietafel als je iemand op bezoek krijgt. Kijk. Het ziet er als een donut uit, maar het is echt niet met een donut te vergelijken, behalve dat hij rond is. Het is gewoon een zandkoekje. Hij smaakt goed, maar is wel een beetje droog. Maar de chocola maakt dat goed. Er zitten er 15 in, dus dat is wel echt genoeg voor familie en vrienden. €1,49. Ik dacht €1,49, maar €1,69 vind ik ook wel een goede prijs. Oké. Ah, Oreo! Een hele familie met Oreo's. Wat een hoop verschillende, joh. Oreo wafels. Oreo original. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Gouden Oreo's. Dat heb ik nog nooit gezien. Try me. Nou, graag. Oh, maar hallo, je hebt me gouden Oreo beloofd. Maar ik haal een zilver dingetje eruit. Ik ben nu al sip. Oké, nou, misschien bedoelen ze gewoon dat het een golden Oreo koekje is. Omdat die gewoon koekkleur is. Niks goud. Dit is echt een aanfluiting. Het is gewoon koek met vanillecreme. Ik denk €2,19. €1,69. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Van deze units weet ik al sowieso dat dit echt geslaagd is. 10 keer Oreo's. Tadaa. Gewoon de Oreo's zoals je kent. Ik denk dat dit zakje €1,09 kost. 79 cent. Dat is echt een kopie. Inslaan. Wat ik me trouwens afvraag, is het Oreo of Oreo? Want ik noem het altijd Oreo. Ik ben heel benieuwd hoe jij het noemt. Laat me weten hieronder in de reacties. En wat is dit dan? Oreo wafels. Een wafeltje? Heel compact, dus super handig om mee te nemen. Gewoon even in je tas te gooien. Nou, wat hier nou Oreo aan is. Ik snap niet wat dit met Oreo te maken heeft. Echt helemaal niks, behalve dat de Oreo op staat. Maar lekker is het wel. Ik vind niet dat je hier veel voor kan vragen. 99 cent. €1,69. Ja, het is leuk om een keer uit te proberen. Maar ik vind het geen Oreo. Oh, wat een verrassing. Ik zie echt al iets heel schattigs. Paw Patrol mini biscuitjes. Hoe lief is dit? En er zit nog iets in. Dit is echt mijn type prins. En dan hoeft hij echt niet eens op het witte paard te komen. Want hier ben ik echt stiekem dol op. Dit zijn prinskoekjes met chocoladesmaak. Kijk, ze komen in zo'n handige schoolverpakking. Oh, ik zie een thema. Ik heb thema schoolkoekjes. Leuke verpakking met een prinsje erop. Er zitten allemaal kleine koekjes in met chocoladevulling. En dit zijn dus Paw Patrol koekjes. Gewoon een beetje koekje. Lekker, knapperig. En het zit er echt best wel veel in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan hebben we deze nog. Oh, deze zijn lief. Dit is echt gewoon een hapslik wegkoekje. Ik vind deze lekkerder. Hier zit dus een vulling in. En het koekje is ook meer een zandkoekje in plaats van een biscuitje. Maar ik denk dat voor kleine kindjes deze gewoon heel fijn zijn. Want het is lekker bezig. Mini Prins. €1,69. €1,29. Nou, kopie vind ik dat. Dan hebben we dit. Nickelodeon Paw Patrol biscuitjes. Hier zitten er wel meer in. Dus ik denk dat dit dan €1,69 is. €1,49. Nou, kopie. Tadaa. Ik zal het even naar boven halen. En nou, ik heb er zoveel van gegeten. Dat is echt niet normaal. Van die glacé biscuitjes. Ik weet nog dat mijn moeder dit zelfs, zeg maar, toen zij kind was, at. Dus dit is echt al heel lang op de markt. Oh, maar dit zijn hele speciale unicorn biscuits. En wat zijn dit? Furries.
marshmallow biscuitjes met regenboogsprinkles. Dit is wel echt een hysterisch cakeje, denk ik. Oh, het zijn twee lagen. Dat is al echt een dikke plus. Kijk dit. Hier word je toch gewoon al direct blij van als je dit ziet. Het is een koekje met daarop dus een marshmallow. En die zit helemaal vol met allemaal mini hagelslagjes. Oh, wow. Ik had hier even een andere verwachting bij, laat ik het zo zeggen. Dat koekje is namelijk een beetje zacht. Alles in combinatie met elkaar is wel lekker. Het zijn er echt heel veel. 20 stuks. Dus €1,69 voor deze Cravings Flurries, denk ik. 99 cent. Echt het proberen waard. Op naar de glacé biscuit. Ah, dit is echt heel leuk. Dat heb ik zelf nooit gedaan, maar ik weet dat kleine kindjes het wel doen. Die likken hier dus aan. Ik heb dat geduld echt niet. Deze zijn echt nog net zoals vroeger. Deze kost, denk ik, als die 99 cent is, dan is deze ook gewoon 99 cent. €1,25. Ik vind het wel waard. Het zijn allemaal zulke leuke verrassingen. Er komen echt producten voorbij waarvan ik denk, hè? Oh, wat lief ziet dit eruit. Tenderkauw. Dit vind ik veel te lief om op te eten. Een Milka Tender Mail. Dit zijn een soort van cakejes. Er zitten 5 stuks en die zijn per stuk verpakt. Ah, kijk nou. Het is een combinatie van chocolade en gewone cake. Dus heel lekker. Smeug met stukjes chocola en dus een marmercakeje. Oh, kijk, dit zijn ook een soort van rolletjes. Oh, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oh, dit is lekker. Het is een rol en in die rol zit een crème laagje en daar omheen zit chocola. Ik vind deze Milka combinatie fantastisch. Wat zou het kosten? Ik denk dat deze €1,79 zijn. En deze €1,69, zeg ik voor deze. €1,69. Nou, ik vind dit toppers. Gadverdamme, deze ga ik gewoon helemaal niet eens uit dat gat halen. Het is Jaffa Cake Pims. Nou, in Engeland is dit dus super populair. En iedereen gaat hier echt heel lekker op. Maar ik vond het echt verschrikkelijk. Ik snap echt niet dat mensen dit kunnen eten. Het is dus chocola met koek. En daartussen zit sinaasappel. Pims. Nou, ze zien er wel echt heel smakelijk uit. Kijk, tadaa. Zal ik het maar gewoon even nog een keer proberen? Want wie weet is mijn smaak wel veranderd en vind ik het echt smullen. Ik vind het echt niet. En chocola houden. En dat is echt niet iets waar ik enthousiast van word. De substantie is echt super lekker. Er is goed over nagedacht. En er zijn heel veel mensen die hier heel erg dol op zijn. Ja, wat kost jij? €1,19. 99 cent. Oké, nou voor 99 cent moet je het zeker een keertje in huis halen. Want het is echt een bijzondere combi, laat ik het zo zeggen. Gaan we, een nieuw product. Oh, leuk. Dit zijn Amerikaanse snoepjes. Hershey's Cookies and Cream. En dit is Reese's Round. Chocoladebiscuits vol met Reese's Peanut Butter. Oh, ze zijn vet groot. Daar gaan we. Heel lekker. Echt heel lekker. Het is een knapperig koekje met een laagje, hoe noem je dat nou? Pindakaas. En dan daarover melkchocolade. Hemels. Heel goed dit. Deze cacao, biscuitje, chocoladevulling, afgetopt met koekjes en een witte crème. Oh, kijk hoe leuk ze eruit zien ook. Ja, deze twee vrienden die scoren echt hoge ogen bij mij. Deze is gevaarlijk. Wat zou ik ervoor betalen? €1,49 of zo. Ga voor dezelfde prijs, voor allebei. €1,29. Zou ik er zeker voor betalen. Daar gaan we. Duik nog een keer dat gat in. Nutella! Dit is voor onderweg. En wat is dit? Nippon. Nippon klinkt eerder iets wat je uit de schuur haalt of zo om te klussen. Is dit een soort rijstwafel of zo? Nou, we beginnen met deze. Een on the go is nog beter. Dit is dus een verpakking waarmee je deze leuke soepstengeltjes hebt. En dan dus gewoon een heel bakje vol met Nutella. Oh, dit mag je dan lekker erin dopen. Yes. Heel lekker. Wat kost dit? 79 cent. 99 cent. Wat is dit? Puffrijst. Dus dat zijn wel inderdaad een soort van rijstwafels. Ga er gewoon voor. Oh. Komt in een bakje. Ik ben zelf niet fan van rijstwafels. Als het gepofte rijst is, dan ben ik wel fan. Het is wel een rijstwafel. Daarover zit heel veel chocola. En daartussen zitten allemaal crunchies. Ik denk echt gepofte rijstjes. Dus dat is echt heel lekker. Dit was wel lekker. En gewoon een goede bite size. Dit is er wel eentje voor thuis. Ja, wat kost jij? €1,39. 99 cent? Veel meer. Maar goed, dit is natuurlijk een A-merk. En Nippon. We moeten even werken aan die naam nog. Oké, mijn favoriet van al dit lekkers wat ik heb geproefd zijn zeker weten de Reese's Rounds. Reese's Rounds. Ik ben heel benieuwd waar jij nieuwsgierig naar bent. Wat wil jij proeven? Laat het ons weten. Doe een duimpje omhoog voor al deze koekjes. Vergeet je niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van al onze nieuwste video's. En bedankt voor het kijken.
Verder ga ik gewoon nu verder snoepen. En dikke doei, tot de volgende keer.